Hoi, ik ben Hette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een naked collectie ontvangen. Dit keer is het van een Belgische influencer, namelijk Camille Botten. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Zij is een Instagrammer. Ze heeft inmiddels meer dan 80.000 volgers. En ze heeft al eerder met Naked een kledingcollectie uitgebracht. Ik heb die toen destijds niet getest. Maar ik kreeg toen wel veel vragen, voornamelijk van mijn Belgische volgers. Daar heb ik ook best wel wat van. Of ik haar collectie wilde reviewen. En nou heeft ze toevallig vorige week een superleuke collectie uitgebracht met bikinis en badpakken. Nog wel een beetje vroeg, gezien het pas februari is. Ik zit met mijn hoofd nog niet helemaal bij de zomer. Maar natuurlijk wel superleuk om ze gewoon alvast lekker te gaan passen. Kijken hoe ze staan. Laten we de items gewoon gaan passen. Voordat ik daadwerkelijk de items ga openmaken, nog heel even snel over de shipping. Ik krijg er altijd best wel veel vragen over. Naked shipt echt super snel. Ze hebben als het goed is een kantoor in Nederland. Ja, in Helmond om precies te zijn. Dus meestal als ze het versturen heb ik het de volgende dag of de dag daarna al binnen. En je kan het ook gewoon gratis terugsturen naar het kantoor. Nou, laten we het grote pakket gaan openmaken. Ik begin als eerst met een badpak. Ze heeft er 3 totaal in de collectie. En ik heb er 1 ontvangen die ik zelf persoonlijk, ja, het meest bij mij vind passen, die ik mezelf het meest zie dragen. Dat is namelijk deze super mooie zwarte badpak. Hij is er ook in het geel. Hij is aan de voorkant gewoon heel simpel en basic. En de achterkant heeft hele mooie touwtjes, waardoor je dus iets meer een open rug heeft. Dat vind ik de badpak echt wel heel sexy maken. Ik draag normaal niet echt vaak badpakken en dat komt omdat ik... ja, niet echt een groot voorgevel heb. Ik heb niet heel veel bobby. Dus dit soort badpakken die accentueren het nog eventjes iets meer. Ze doen zeg maar niet heel erg veel hier voor mij. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. We gaan hem gewoon passen en gewoon kijken hoe die staat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké. Ik heb er echt even een tijdje mee gestruggeld. Wat het dus is, is dat hij dus deze straps aan de achterkant heeft. En ik dacht, oh, die zijn er gewoon voor de versiering. Maar die zijn er dus ook echt om de badpak te... verstellen op jouw maat. De badpak zat in eerste instantie echt helemaal ergens hier. Ik dacht, nou, dit klopt niet. Dus ik ben met die touwtjes gaan klooien en heb hem wat strakker getrokken, waardoor het dus nu hierboven helemaal goed zit. Maar natuurlijk, hoe strakker je hem trekt, hoe minder stof je bij de booty hebt. Voel ik me daar comfortabel bij? Ik weet het niet. Het is denk ik wel echt zo'n badpak waar ik de hele tijd aan gelopen trekken en ja, waar ik me toch een beetje te exposed in voel. Maar ik vind de achterkant dus wel echt onwijs mooi. Echt love it. Super sexy. Ik vind het ook vooral echt zo mooi dat je echt een groot deel van je rug kan zien. Dit badpak is €27,95. Dat vind ik dus eigenlijk echt best wel meevallen. Ik vind het niet heel erg duur, vooral niet voor naked doen. Ja, ik vind hem leuk, maar ik vind hem dus wel wat heftig aan de onderkant. Dan ga ik door met een bikini die ik persoonlijk denk ik misschien de leukste vind van de hele collectie. Dit is als eerst het topje. Echt super schattig. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk uitzien met de bandjes. Ik vind de kleur echt onwijs mooi. Ik zie wel dat hij wat klein is, maar hij voelt niet echt super stretchy aan. Nou is dat voor mij niet echt een probleem, maar misschien als je wat grotere borsten hebt, dat wellicht een klein probleempje is. Maar daar gaan we zo achter komen. En daarbij zit dit super leuke broekje. Oké, dit is hoe die eruit ziet. Ik vind hem oprecht echt super leuk. Ik vind hem als eerst heel erg comfortabel zitten. Ik vind het broekje echt heel chill. Is eigenlijk precies mijn maat. Hij zit gewoon heel erg lekker en hij bedekt ook wel gewoon echt goed. Ik kan me herinneren dat vorig jaar zomer die stringbroekjes echt heel erg in waren. En als je daar comfortabel bij voelt en je wil dat aan, echt weet je, go for it, go rock it. Want ik vond het bij heel veel chicks echt super tof staan. Maar ik ben zelf iemand die me daar gewoon niet echt heel erg prettig bij voelt. Deze broekjes die bedekken gewoon precies goed, weet je wel. Dat je gewoon lekker voelt en niet te exposed. En dat vind ik echt heel erg chill. Het topje vind ik ook heel erg leuk. De bandjes doen me wel een heel klein beetje denken aan toen ik jonger was. En dat ik als kind dan altijd van die bikini topjes droeg. Daar doet het me wel, ja, somehow aan denken. Ik weet niet echt helemaal waarom. Topje heeft een heel klein beetje speling, maar niet echt heel erg veel. Dus laten we zeggen, als je vanaf cupmaat D hebt of hoger, vraag ik me af of het je echt gaat passen. Of je niet te veel ander boep gaat krijgen. Of dat ze er te veel uit gaan vallen. Het topje is €38,95 en het broekje is €27,95. Dus dan komen we totaal uit op, ik kan niet rekenen, €66,90. Het gaat richting de Hunkemullerprijzen. Misschien zit het daar zelfs nog wel ietsje boven. Maar goed, ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Positief, love it. Ja, ik zie mezelf hier wel inlopen in de zomer. Dan heb ik een bikini in het geel. En dit is echt een kleur die ik nooit draag.
Maar geel was een kleur die best wel veel terugkomt in de collectie. En geel is natuurlijk echt de perfecte kleur als je iemand bent die echt lekker bruin wordt in de zomer. Of sowieso al lekker bruin bent van jezelf. Ja, dat is gewoon echt een kleur die je heel erg kan ophalen. Nou ben ik dus echt behoorlijk flats. Dus geel is dan echt een no-go. Maar in de zomer word ik ook af en toe best wel bruin. Dus dan kan het eigenlijk best wel een mooie kleur zijn. Ik vond vooral het model heel erg leuk. Het is een bandeau en hij heeft van deze leuke mouwtjes. Je ziet het sowieso veel terugkomen in een collectie. Volgens mij heeft ze ook een soort bikini topje die ook deze mouwtjes heeft. Ik vind het heel erg leuk. Maar het is zeg maar niet echt praktisch. Ik heb het wel vaker gepast. De mouwtjes zitten namelijk vast aan het topje. Dus als je te veel beweegt met je armen, dan gaat het topje heel leuk mee. Dus ook qua zwemmen en zo. Het is gewoon niet echt heel erg chill. Ik noem het altijd echt een beetje de Instagram bikini. Ze zijn super leuk om te zien, om mee op de foto te gaan. Maar als je daadwerkelijk echt mee moet zwemmen, zijn ze gewoon niet echt de chills. En daarbij zit dit broekje. Zo zie je gewoon hetzelfde model als wat ik nu aan heb. Het broekje heb ik in de maat S besteld. Topje weer in de maat XS. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien vind ik deze nog wel leuker dan de bikini die ik net aan heb gehad. Ja, ik ben echt verrast qua hoe leuk ik hem eigenlijk vind. De kleur kan ik op zich ook best wel hebben. Nou moet ik ook wel zeggen dat ik eventjes zelfbruiner op heb gegooid. Dus ik ben normaal nog wel even ietsje flatser. Die bandjes, of hoe moet ik het noemen? Mijn zwembandjes. Ze zijn gewoon niet echt praktisch. Ze zijn sowieso wat strak. Ik denk altijd dat mijn armen smaller zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Dat onderschat ik altijd een beetje. Dus ze zitten wel gewoon echt een beetje te strak. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar je ziet echt wel dat het redelijk afknelt. Het doet verder niet echt zeer of zo. Het is niet echt heel erg vervelend. Maar als ik hier de hele dag mee moet lopen, dan op een gegeven moment wordt het denk ik wel een groot irritatiepunt. En ik heb gewoon heel weinig bewegingsruimte. Vooral als je iemand bent die echt heel erg van zwemmen houdt en gewoon lekker veel in de zee of in de zwembad ligt. Ja, dan is zo'n bikini gewoon niet ideaal, want je kan gewoon niet heel erg veel. Het topje zit wel echt super strak. Er zit echt wel goed elastiek in. Ik heb wel eens bij bepaalde topjes gehad. Volgens mij was dat bij Zevil. Dat was ook zo'n model. Als ik mijn arm omhoog deed, dan zat mijn topje echt bij mijn kin. Als het ware. Dat heb ik bij deze wel iets minder. Hij zit echt wel gewoon heel erg goed strak. Maar als je echt wil gaan zwemmen, ja, het kan. Auw. Deze dingen trekken gewoon heel erg aan je arm. Dus dat is gewoon echt niet chill. Dat is gewoon een beetje onhandig eraan. Het topje is €33,95. Het broekje is €37,95. Dus we pakken weer even de rekenmachine erbij. €61,90 is deze bikini. Iets goedkoper dan de vorige. Dan heb ik nog een bikini. En deze is in dezelfde kleur als die we net aan hebben gehad. Alleen is het model net eventjes wat anders. Dit is hoe de bikini eruit ziet. Hij heeft wat meer een V-hals, kan ik dat zo zeggen. Hij is gewoon wat meer ingesneden. Hij is niet zo plat. En hij heeft van die super leuke ringen hier. En dat heeft het broekje ook. Dit is hoe het broekje eruit ziet. Zo te zien zijn alle broekjes wel echt een beetje hetzelfde. Dus die ik nu aan heb, dat is eigenlijk gewoon deze. Alleen in een andere kleur en met ringen erbij. Wat ook wel heel chill is, want ik weet daardoor gewoon dat ik al deze broekjes sowieso pas. Ik heb een broekje weer in maat S besteld. Dan zal het topje wel weer in een maat XS zijn. Ben benieuwd. Let's try it on. Oké. Het topje is echt eeny mini. Ik heb echt net aan geen ander boob. Ik heb ook heel erg de neiging om hem elke keer naar beneden te trekken. Nou heb ik hem ook in de maat XS besteld. Dus hij is misschien ook gewoon wat aan de kleine kant. Maar ik heb ook het idee dat de stof niet echt heel erg rekbaar is. Dus als je wat grotere borsten hebt, wordt deze bikini denk ik best wel een challenge. Verder vind ik hem er op zich wel heel erg leuk uitzien. Hij zit best wel lekker. Het topje is €33,95. Het broekje €27,95. Dus deze is even duur als de gele bikini. Dus €61,90. Ja, ze is zo goed met cijfers. Zo, we zijn door de collectie heen. Ik vond het erg leuk om een paar bikinis en een badpak te passen. Ja, ik ben op zich over het algemeen wel redelijk tevreden over de collectie. Hier en daar dus wel wat puntjes die ik heb genoemd. Ik denk waar ik me nog het meeste, ik wil niet zeggen echt aan storm, maar waar ik meer een beetje over nadenk is dat het niet echt een collectie is die voor alle vrouwen met alle maten is. Ik heb het idee dat voornamelijk de bikinis meer voor de meiden zijn met cup AA tot C ongeveer. Misschien als je D hebt dat het dan nog wel gaat lukken. Maar als je groter bent, vooral omdat ik zelf af en toe een beetje voelde van oké, best wel heel erg klein. Dus dat is wel even iets, mocht je het willen bestellen, om in je achterhoofd te houden. Verder vind ik het dus wel echt een superleuke collectie. Ik vind qua kwaliteit en hoe alles eruit ziet,
echt gewoon super mooi. Je betaalt alleen dus wel gewoon eventjes wat meer voor. Voornamelijk als je iemand bent die bikinis koopt bij de H&M of bij Sephora of zo. Dan is opeens bijna 70 euro voor een bikini best wel veel geld. Ik heb nu ook gewoon helemaal weer zin in de zomer, in het warme weer. En lekker op het strand liggen met een cocktail. Leuke bikinis dragen, echt, ach, can't wait. Mocht er nou een collectie zijn van een influencer of sowieso gewoon van een bepaald merk die je graag gereviewd wil zien door mij, laat het hier vooral beneden achter in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei doei!